ik sta helemaal achter mezelf. Ja? Totaal. Sommigen zeggen, je bent bijzonder of niet. Wat zij denken, het kan mij niet schelen. Af en toe voor de uitdaging, praten, dat lokt wat. En dat geeft een reactie van de mensen. Wat, volgen hen doe ik iets abnormaal. Heeft u ook wel eens niet achter uzelf gestaan? Nooit. Ik ben een kleine genie. Ik denk, ik sta boven de maatschappij. De verf is niet helemaal gedroogd. En dat is natuurlijk een combinatie van tijd, gebroken tijd, maar de wielen, ja. En de alle van de tijd is, die hebben nog een tanden, dus ik de tijd af en toe kan bijten. Waarom maakt u deze das eigenlijk? Dat is een combinatie van inspiratie, wat ik voel, en misschien onbewust dat ik loop iets apart. Ik ben altijd bijzonder geweest, overal. Als kind al? Als een kind was ik bijzonder, had ik een speciaal vermogen. Ik verdwaald altijd en ik kon mezelf vinden. U staat boven iedereen? Ik sta boven iedereen. Oh ja? Ja, dat voel ik. Boven uw vrouw, boven uw kinderen? Als zij bij eens of niet, ik sta boven iedereen. Niet te verder. Je gaat uit. Dag Jochie. Je gaat gewoon weg. Yes, daar ben ik. Graag. We gaan gewoon uit. We gaan verdwalen. Mijn vrouw, emancipatie graag. Emancipatie, letterlijk. Doe maar rustig aan. Rustig aan. Bedankt. De mooiste man op aarde. Verliefd. Heb je keuze? Daar ben ik. Zorg voor Boas, eet maar graag. Afgesproken, dag. Dag, tot ziens. Een nieuwe mode. Stol ik u? Jeanette, boy. Ja. Zou je vanavond meegaan? Neem niet kwalijk. Zou je aan me meegaan? Voor de aardigheid? Nee. Ben je echt genotenaar? Durf je of niet? Ik durf er, schat. Hé, dag, tot ziens. Ik ga ook wel eens mee hoor, maar ten eerste gaat hij zo verschrikkelijk laat uit. En ik heb veel meer slaap nodig dan hij. Hebben alle genieën dat, dat ze zo weinig slaap? Ik denk dat alle genieën hebben iets gek. Wat niet normaal is beschouwd in de maatschappij. Ik ben genie. Ja, het kan mij niet schelen wat de anderen doen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ik was een jaar in Israël op een soort postschool en toen ging ik liften met een vriendin. En toen werden we opgepikt door vier soldaten en dan was hij er één van. Na een paar maanden dacht ik, ik verveel me, ik weet niet wat ik moet gaan doen. En toen dacht ik, oh ja, er is nog die gek in Israël. Die kan ik wel eens een brief schrijven en door die brieven zijn we verliefd geworden. En toen, na een jaar ben ik teruggegaan naar Israël en daar zijn we getrouwd. Ik ben in Irak geboren in Bagdad van Saddam Hussein. Toen was geen Saddam Hussein, was een andere. Dus ik ken de taal van hem en ik ken ook de mentaliteit van Saddam Hussein. Dus waar kom je vandaan? Dat is Irak. Waar heb je gegroeid? Op een ander land. Waar leef je heden? Ik leef hier. Het is een combinatie van de cultuur, van beschaving, van alles. En voor mij is gewoon een hele grote mix geworden. Mijn geloof? Ik ben Jood. Totaal. En wat interessant is, ik sta achter mijn Jodendom. Totaal. Ik was militair en deel van de inlichtingendienst en meer niemand weet over mijn vrouw ook niet.
actief blijven. Ja, daarom heet het ook de geheime dienst natuurlijk. Je mag het noemen wat je wil. Wat ik weet is alleen aan mij en die iemand die betrokken moet weten. En niet min of niet minder. Hartstikke! Leuk! Prachtig weer. Prachtig, prachtig ik. Dat ik leef en ik doe mee zo. En mensen reageren zo. Zo is het leven. Dat ben ik. Ik heb capsule, ik heb ook een zwakte. De zwakte van mij dat ik ga ooit dood. Dat is de enige zwakte? Misschien één van de, maar ik wil niet dood in de winter gaan. Want dood in de winter, ik vind het te koud. Maar je wordt koud als je dood. Ja, nee, in de winter dood gaan is te koud. Dag jongens, tot ziens. Misschien word ik miljonair, je weet nooit, hè. Chauffeur, goedemiddag mag je wel zeggen. Ik ga gewoon naar Scheveningen. Vlak bij het koelhuis, hè? Zo. Ik laat me gewoon verdwalen. Verdwalen? Gewoon verdwalen. Ja. Dat klinkt zo merkwaardig, maar zo is het.